Mijn naam is Eva Raamakers en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie zien hoe je zelf een donatie of een betaalsysteem kan opzetten door middel van PayPal. Heb je zin in? Doe dan vast een duimpje omhoog en laten we de 63 likes gaan. Jullie kunnen het. Gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, in deze video gaan we dus kijken hoe we dat een eigen donatiesysteem of een betaalsysteem door middel van PayPal kunnen gaan opzetten. Hoe gaan we dat doen? Als eerste gaan we naar de website van PayPal zelf toe. En dat is deze website. Ik heb een linkje ervan natuurlijk in de videobeschrijving staan, dus die kun je gewoon aanklikken. En vervolgens zien we hier staan mijn opgeslagen knoppen. Ik heb in Nederlands staan, maar heb je in Engels staan, staat natuurlijk bij ons Engels. Er zijn een aantal voorbeeldknoppen bij, nou die kunnen we gaan testen. Gaan we even niet doen. Wij gaan rechts naar een nieuwe knop toevoegen. Vervolgens zal het een pagina gaan openen en dat is deze pagina. Iets naar beneden gaan. Kijk, dat is deze pagina. En hiermee kunnen we onze knop gaan maken. Nou, we gaan die bovenaan beginnen met de eerste. En de eerste is dat we kunnen gaan aangeven wat we soort knoppen willen gaan aanmaken. Is het een winkelwagenknop, een nu koopknop, donatieknop of een abonnementknop? Nou, bij winkelwagentje zal die dus eigenlijk alle artikelen toevoegen in de winkelwagen. En klik je dan op winkelwagen, ga je naar een winkelwagenomgeving van PayPal zelf toe. En daarna kun je gaan betalen en verder gaan. Ga je bij nu kopen, dan kun jij zelf een winkelwagen gaan maken op jouw eigen website. En vervolgens, als je onderaan klikt op betalen, zal je doorgaan naar PayPal. Donatie. Nou, woord zegt, dan kun je een donatie opzetten. Een abonnement kun je mensen een abonnement laten afsluiten. Bijvoorbeeld, elke maand wordt een x-bedrag betaald aan mij voor een periode van tijd. Nou, wij gaan even kijken naar nu kopen toe. Nou, en vervolgens kun je een objectnaam geven. Nou, dit is een naam wat jij wil gaan kiezen. In mijn geval ga ik kiezen even voor test. Testen, nou, aankoop doen we wel eventjes maken. Testen aankoop. Het bedrag is eventjes 15 euro. En vervolgens kunnen we meer dingen doen. Want die onderaan kunnen we gaan kiezen om een keuzemenu met extra prijs te maken. Stel, we gaan hem aangeven. Kunnen we aangeven, nou, staat er bijvoorbeeld kleur of maat. Kies eventjes voor kleur. Optie 1 is 15 euro. Optie 2 is 16 euro. En optie 2 is, of 3 is 17 euro. En zou dan hier bij knoppen gaan kijken, zie ik staan. Optie 1, 2, 3. Hij heeft nog niet geüpdate. Ik moet namelijk nog even op create klikken. En als het goed is, kijk, zie hem al staan. Optie 1, 2, 3. Klik je erop en je klikt op nu kopen, zal je automatisch door worden gestuurd naar de PayPal omgeving. Dus dit kun je met een donatie doen. Stel je zegt hier via donatie, dan zou je kunnen kiezen welke donatie mensen aan jou kunnen gaan betalen. Je kunt ook een extra keuze toevoegen bijvoorbeeld. Nou, zie je onderaan staan. Maat bijvoorbeeld of net wat je wil kiezen. Of je kunt zelfs nog een tagvak laten kiezen. Neem je kunnen mensen een beschrijving opgeven. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Stel ze mogen een custom t-shirt laten maken. Dan zou je de tekst kunnen gaan opgeven van de t-shirt. Nou, je ziet er al staan. Maximaal 30 tekens. Nou, ik laat deze even afgevinkt. En je zou eventueel nog meer dingen kunnen doen. Een knop, nu kopen. Nou, nu betalen wil ik er even maken. Laat hem Nederlands. Ik wil klein. Zo, dit vind ik eigenlijk wel goed genoeg. Hier onderaan kunnen we dan gaan opgeven wat is een specifieke verzendbedrag. Bijvoorbeeld 5 euro. Stel, 5 euro, je hebt hem opgeslagen. Stel we willen bijvoorbeeld dat je een verzending moet gaan betalen. Kun je 5 euro voor maken of net wat jij wil. Kunnen een btw-bedrag gaan toevoegen. Nou, 21% vind ik wel leuk eventjes. En vervolgens kunnen we gaan kiezen. Waar willen we het e-mailtje naartoe verstuurd laten worden? Naar een webshop e-mailadres of primaire. Nou, ik kies even voor primaire. Vervolgens gaan we naar button toe en kunnen we hier gaan kiezen om de button op te slaan. Wanneer we de button, of de knop net opslaan, kunnen we bijvoorbeeld ook een voorraad weer gaan bijhouden. Nou, ik wil dat niet, dus ik laat het uitgevinkt staan. En vervolgens gaan we naar beneden. En komen we met een extra optie aan. Als eerste is het toch mogelijk om de hoeveelheid te gaan wijzigen. Nou, ik wil dat niet, dus ik laat het op nee staan. Mag de klant een specifieke instructie meegeven? Nee, vind ik niet leuk, laten we uitstaan. Wil je de verzendgevers weten? Jazeker. En waar wil je de mensen naartoe sturen als het bedrag gecanceld wordt, als de betaling dus niet voldaan is? Nou, ik kies hier even voor mijn eigen website. Moet ik hem wel goed typen natuurlijk. HTTP, DVRamakers, cancel. En hier komt succes te staan. Die heb ik ook als goed zo getypt. Kijk, succes. En je zou hieronder wat extra kunnen geven. Vind ik niet belangrijk. We klikken op knop aanmaken. Nou, dan zal die even alles opgeslaan. Dat kan even duren. Oh, hier is dat trouwens. En zien we hier eigenlijk de knop zelf staan. Nou, dit is de hele knop. Ik zal hem even groter maken voor jullie. Kunnen jullie makkelijker lezen wat er staat. Je ziet hier aan de rechterzijde van ons al de knop staan. En hier staat onze code. Hij selecteert hem automatisch. Oh kijk, hier is weg. Je hebt hier de verschillende opties. Nou, die kun jij zelf gaan extra toevoegen mocht je dat fijn vinden.
Onbeperkt mogelijkheden zijn daarvoor natuurlijk. En hier beneden staat de code. Nou, die code is geëncrypt. En zo zorg je eigenlijk voor dat mensen niet bijvoorbeeld je e-mailadres kunnen zien of zelf de gegevens kunnen gaan wijzigen. Wil je toch wijzigingen zelf toebrengen, klik hier op codebescherming verwijderen. Dan zie je er al staan, hier komt dus de echte gegevens staan, of de gegevens zonder zijn gencode zijn. En je ziet ook, hier zou je dan dus ook de prijzen bijvoorbeeld kunnen gaan wijzigen van de verschillende items. Nou, ik vind het even goed. Dus we gaan hem kopiëren. En dan gaan we naar onze webbrowser toe. Dan gaan we naar Notepad++. Ik heb een leeg document geopend. En dan gaan we die code neerzetten. Nou, dit is de code uiteindelijk. En ik ga hem opslaan. Ik heb trouwens geen doctype en zo bijgevoerd. Dus even niet belangrijk. Het gaat even om hoe het werkt. Dan gaan we hem uploaden. En vervolgens gaan we naar de website zelf toe. Dit is een testcode, die kan weg. Kijk, je ziet hier al staan. Ik zie dat ik een typfout heb gemaakt. Is niet erg, gaan we later gewoon aanpassen. En zien wie zal de bedragen zijn. Optie 1, optie 2 en optie 3. Ik kies even voor optie 2 en dan klik ik op nu betalen. Vervolgens worden we doorgestuurd vanaf onze eigen website naar de beveiligde PayPal omgeving. Je ziet ook staan HTTPS, dus niemand kan zien wat we hier doen. En dan gaan we even wachten. Dit kan namelijk soms even duren. En dan zal die een betaling gaan opzetten. Nou, wordt allemaal geëncrypt. Lekker veilig natuurlijk, zoals PayPal ook is. Je ziet ook staan, veilig inloggen. Gaan we even kijken. En vervolgens komen we hier aan op de webshop. Je ziet dat het bedrag bij niet klopt. Want als we naar beneden gaan, zien we al staan. Oh, hij klopt wel trouwens. Ik zie het verkeerd. Als eerst staat er 16 euro. Dan komt er nog een bedrag bij voor de BTW. En uiteindelijk nog een verzendbedrag. En dan kom je ze aan op, in dit geval, €24,56. Nou, dan kun je gaan inloggen en kun je gaan betalen. Ik kan het niet zoals je ziet. En dat komt omdat ik ben ingelogd met hetzelfde e-mailadres als waar ik de betaling naar wil toevoegen. Ja, je kunt natuurlijk niet zelf aan jezelf gaan betalen. Dus dat gaat niet. Maar je zou je wel kunnen inloggen als gast of eventueel een nieuw account kunnen aanmaken. Er is bij PayPal ook een sandbox modus mogelijk. Zo kun je zelf een eigen nep e-mailadres aanmaken om zo betalingen te testen. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Nou, je kunt de button nog gaan aanpassen zoals je zag. Dus we zijn aangekomen, wel eens Notepad++. En hier kun je eigenlijk alles gaan wijzigen. Zie bijvoorbeeld hier nog spelfout staan. En kleur is natuurlijk ook fout. Kleur. Zo kun je eigenlijk alles gaan wijzigen. Nou, dit is nu op dit moment een betaalbutton. Maar je zou ook voor een donatiebutton kunnen gaan. Het enige wat je hoeft te veranderen is hier achter de underscore een S-streepje te zetten. En dan kom je op een donatie uit. Maar als we namelijk gaan opslaan. En we uploaden hem. Dan gaan we naar onze PayPal omgeving toe. Of onze webomgeving. Klik op enter aan. En je ziet er al staan. De kleur is gewijzigd. En die knop betalen. Nou, die zul je wel handmatig moeten aanpassen qua naam die erop staat. Maar dat maakt op zin uit. We gaan naar verzenden toe. En je ziet er al staan. Er komt een error te staan. Kennelijk heb ik iets verkeerd gedaan. Dan gaan we even controleren wat het was. En ik denk dat ik al weet wat. Ik heb hier namelijk een shipping en een tekst ingezet, oftewel een btw-tarief. En dat is natuurlijk niet mogelijk bij een donatie. Dus die gaan we eruit halen. En ik ga ook de opties eruit halen. Die mogen wel blijven staan. We gaan de pijlen opslaan. En we gaan hem weer bekijken. Dan gaan we weer terug naar onze webshop. Hier staat hij. We verversen de pagina. We kiezen een optie, optie 2. En we klikken op betalen. Nou, dan gaat hij doorsturen weer naar PayPal toe. En uiteindelijk komt hij als goed zo op onze betaalpagina weer. En even kijken. Hij zal dus weer de connectie gaan maken. Ja, PayPal is hier soms een beetje slow mee. Ja, en je ziet hem al staan. Hij komt staan. Donatie in dit geval. Ja, ik heb die test aankoop staan, maar het is eigenlijk natuurlijk donatie. Meer informatie. Dan kun je zien de kleur die we hebben aangegeven, et cetera, et cetera. Dan zie je dat je op een hele makkelijke manier eigenlijk zelf een eigen webshop kunt gaan maken. Of een donatiesysteem door middel van PayPal. Nou, vond je nou een tof video? Doe nog vast dat blauwe duimpje omhoog. En wil je nou zien hoe dat ik dit systeem ga integreren in een bestaande webshop? Kijk dan zeker de volgende keer terug, want dan laat ik zien hoe dat kan. Vond je nou een tof video? Doe nog vast een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je nieuw was. Dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot de volgende keer.